Een goede morgen. Het is alweer dinsdag. Nou ja, het is dinsdag. En we gaan zo meteen lekker trainen. En wat heb ik dan? Mijn favoriete maaltijd. Als ontbijtje. En koppen. Kop yoghurt, Griekse yoghurt met havervlokken en kaneel. En twee eitjes. Het ene eitje is niet zo mooi uit schillentje geworden. Maar ja. Ik vind me koud. Dus ik ga zo meteen. Ik hoop dat het in de sportschool ook niet zo warm is. Niet zo koud is. Want dan was het gisteren echt om te vieren. Als je stil stond, dan stond je te bibberen. Dus ik hoop dat die kachel weer naar staan. Ja, wat gaan we doen vandaag? Nou, ik had gisteren mijn schouders gedaan en ik had mijn borst gedaan. Dus ik ga vandaag aan mijn biceps, triceps en aan mijn rug. Dus dan hebben we het upper gedeelte gehad. En dan gaan we donderdag en vrijdag, donderdag het middengedeelte doen. En vandaag is het weer buikspierendag. Dus dat is zometeen, die knallen met die gasten, een kwartier lang. Dus. Nou, maar ja, dat is ook al bijna mijn middenkader. Dus. Nou, voor de rest, daar zie ik het allemaal wel. Dus, ik wens u een fijne dag. Een goede middag. We zitten hier weer aan de lunch. Nou ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. Dus, ik heb wel lekker getraind. Dus, naar de achterkant, de rug. En een paar buikspieroefeningen. En mijn schouders. Maar wat een weer is het buiten. Het is niet normaal. Ik stapte die warme sportschool uit. En dan kom je buiten en dan is het of je een klap in je gezicht hebt. Kijk, dit is het weer buiten. Dan is het bij mij. Het is gewoon niet leuk. Nu buiten te zijn. Ik ga ook niet fietsen vandaag, ik ga alleen even een boodschapje doen. En dat is genoeg. Wat heb ik als lunch? Heb ik een warm koude salade, ijsbergsla met tomaat en noedels. Ik vind dat ik het wel verdiende. Dus. Ja, ik ga even eten en ik ga even rusten. En dan ga ik even boodschappen doen. Want die yoghurt is op. Godverdomme, nou moet ik hem weer niet halen. Ja, dat is nog wel een eentje verder ook. Nou, ik wens u een hele prettige. Tenminste, ik zie u vanavond bij de keuken. En ik zal kijken of ik meer licht kan krijgen daar zo in die keuken. Oké. Ja, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij het eten. Wat eten we vanavond? Nou, we eten groente tajine. Dat wordt klaargemaakt in een tajine, oftewel een stoofpot, een Marokkaanse stoofpot. Dus. En wat hebben we daarvoor nodig? Persieboontjes, champignons, twee tomaten, want ik moest tomatenblokjes hebben in dinges, maar ik maak het liever zelf. We hebben ras anout hebben we nodig. Dat is
Marokkaanse kruiden. We hebben nodig marjolein. Tilt een beetje. Marjolein. Komijnenzaad. Chili. Maar een heel klein beetje maar. Want anders branden we de dingen uit. Kaneel. En twee knoflookjes. Dat is, en een beetje olie om in te bakken. Dus. Dat is het hele gericht. En ik ga dat zo meteen even klaarmaken. Ik heb het even niet op de aanrecht gezet. Ik heb het onder een lampje gezet. Dus ik ga nu weer alles op de aanrecht zetten. En ik ga het even bakken. Even koken. Als alles in de stoofpot zit, dan moet het ongeveer 15 minuten smoren. En dan heb je het heerlijk gerecht. Ik ben blij dat ik mijn tjatjien weer een keertje kan gebruiken. Want het is wel een heerlijk ding om mee te koken. Ja. Ik zie u later. Ja, hoe is op? Bijna. Goedenavond. Ik heb hier een heerlijke groente tjatjien gemaakt vanavond. Voorbij het diner. Ik zal hem even laten zien. Kijk. In plaats van couscous heb ik rijst gemaakt. De rijst van de Action. Die is wat lekkerder. En het geurt ook heerlijk, dus ik ga gauw eten. Zometeen gauw eten. Wat heb ik gedaan vandaag? Niet veel, alleen getraind en boodschapjes gedaan. En ik moet morgen weer terug naar die winkel, anders hadden mijn Griekse yoghurt niet. Dus. Nou, ik ga niet meer over die vluchtelingen of over die haatbaarden, want het komt me maar strot uit. Vanmorgen stond er welk woord wil u in 2016 niet horen? Nou, dit zijn vluchtelingen en van die IS-figuren. Ik hoop dat ze allemaal de tyfus genieten. Trouwens die hele islam van mij hoor, want het is ook een beetje een raar volk, hè. U weet ook wat er achterop een invalide bij invalide Mohammed staat op zijn karretje, op zijn rolstoel. Islam. Dus laten we het allemaal op houden. Ik ga vandaag, vanavond, ik weet niet nog even wat er komt. Ik ga geen voetballen kijken. Ik vind het voor mietjes tegenwoordig. Sinds ik de rugby heb gezien. Dus ik wens jullie iedereen een prettige avond.